Mijn naam is Jenny Mee. Ik ben programmamanager stikstof voor de provincie Flevoland. En in dit filmpje geef ik een korte toelichting op extern salderen en op verliezen. Allereerst misschien de achtergrond. We hebben in Nederland een stikstofprobleem. En de Nederlandse natuur is overbelast. Er slaat te veel stikstof neer in kwetsbare natuurgebieden. Daarom hebben de Raad van State vorig jaar in mei een uitspraak gedaan waarbij ze eigenlijk zeggen dat er geen natuurvergunningen meer kunnen worden afgegeven voor activiteiten die leiden tot extra stikstof in de Nederlandse natuur. Nou, om die reden hebben gedeputeerde Staten van Flevoland besloten om het extern salderen en het verliezen open te stellen. Nou, wat is nou extern salderen? Bij extern salderen kan een initiatiefnemer gebruik maken van vergunde stikstofruimte die een ander over heeft. Dus bijvoorbeeld een boerderij die wil uitbreiden, kan stikstofruimte gebruiken van een boerderij even verderop die wil stoppen. De stelregel is dat je maximaal 70% van de vergunde stikstofruimte van die ander mag gebruiken. En 30% valt dan vrij of komt ten goede aan de natuur. En de provincie kan bij extern salderen een vergunning verlenen voor een nieuwe activiteit op basis van een contract tussen de saldogever, dus degene die stopt met een activiteit en die ruimte inbrengt, en de saldonemer die ruimte gaat gebruiken voor een nieuw initiatief. Nou, wat is dan verliezen? Verlies is eigenlijk hetzelfde, maar dan op tijdelijke basis, voor tijdelijke projecten. Dus bijvoorbeeld als een stal tijdelijk leeg staat, maar er is wel een vergunning voor het houden van dieren daarin, dan kan die ruimte tijdelijk verliesd worden. Ook daarbij geldt dat 70% van de ruimte wordt ingezet voor de nieuwe ontwikkeling. 30% minimaal gaat naar de natuur. Alleen na afloop van de periode van het verliezen, na maximaal 2 jaar, zijn 100% van de rechten weer beschikbaar voor de saldogever. Nou, waarom is het nou zo belangrijk om dat extern salderen en verliezen mogelijk te maken? Nou, omdat we nieuwe initiatieven voor alle sectoren mogelijk willen maken. Voorheen stond het extern salderen wel open voor eigenlijk alle sectoren, behalve dan voor dierhoudende bedrijven in de landbouw. En we willen nu een gelijk speelveld creëren. Dus er komt een openstelling voor alle bedrijven op gelijke basis. Want dat voorbehoud wat we destijds hebben gemaakt voor de dierhouderij, dat kunnen we niet volhouden. Er zijn ook zorgen over het extern salderen. Een van de zorgen is van wat gebeurt er nou met leegkomende stallen of bedrijfsgebouwen op het moment dat een activiteit stopt. Een andere zorg zit hem echt in prijsopdrijving en speculatie. Dus gaat het niet gebeuren dat industriebedrijven of de luchtvaart met veel geld rechten vanuit de landbouw op gaat kopen, gewoon om daarmee te kunnen speculeren en in te kunnen handelen. En de laatste zorg die speelt is van, gaat dit nou niet ten koste van de natuur? Nou, om die zorgen, om daaraan tegemoet te komen, hebben we een aantal veiligheidskleppen ingebouwd. Eentje is dat er een directe koppeling moet zijn tussen de saldogever en de saldonemer. En dat voorkomt dat er gespeculeerd kan worden met stikstofruimte. Verder gaan we afspraken maken vanuit de provincie over wat er gebeurt met achterblijvende bedrijfsgebouwen op het moment dat een bedrijf met activiteit zou stoppen. En gaan we de hand aan de kraan houden. En dat wil zeggen dat we heel goed continu in de gaten houden hoeveel er extern gesaldeerd wordt door wie. En dat we gaan ingrijpen als er ongewenste effecten optreden. Er komt een meldplicht, dus degene die wil gaan salderen moet dat eerst vooraf melden bij de provincie. Op die manier kunnen we ook vroegtijdig met initiatiefnemers in gesprek. En ten aanzien van de zorg voor natuur geldt, maximaal 70% van de ruimte kan gebruikt worden voor nieuwe ontwikkelingen. 30% komt sowieso ten goede aan de natuur. En we gaan zowel het extern salderen als het verliezen een jaar na openstelling evalueren om te kijken of het werkt zoals we willen dat het werkt.
Nou, mocht u nou nog meer vragen hebben over stikstof of over uw specifieke bedrijfssituatie misschien, dan kunt u die altijd stellen op stikstof@flevoland.nl. Hartelijk dank.